Dag kijkers, welkom bij deze break in verband met 159 jaar Kittikoti, oftewel de afschaffing van de slavernij. We staan op de hoek van de Zwartenhovenbrugstraat en de Dr. Sophie Redmondstraat bij het standbeeld van Kwaku. Hier is er vandaag een bijeenkomst van Afro-Surinaamse organisaties en de leiders van het land. We gaan zo meteen luisteren naar wat ze te zeggen hebben over 159 jaar afschaffing slavernij. Onder andere praten de president, de vicepresident Johan Rozer van het Nationaal Comité Slavernijverleden en Iwan Wijngaarden. We gaan luisteren naar ze. Na eeuwen van Kitibo is het niet makkelijk om de negatieve beïnvloedende bejegening van onze voorouders doen met enkele over ons af te roepen. U zou het daarna verder gaan met de Afrikaanse Nama in Suriname. Wie zou het ons voordoen en wensten we de voorbeelden wel aan te nemen? Dat is ook een vraag. Er is altijd hoop en voor het werk dat ons te doen staat, lopen we niet weg. Maar geachte aanwezigen, we weten dat de mantra, we kunnen geen eenheid vormen en we trekken elkaar als krabben in een ton telkens omlaag, is gevoed en is verankerd in de merg en been. De VAS heeft sinds het ontstaan van de ontstaande ideologie omarmd van onderzoek en studeren om de problemen helder te krijgen en daarna oplossingen aan te dragen. En ik kan u vertellen dat de problemen enorm veel zijn die we hebben geïnventariseerd. Net als de kolonisator het deed, kent de gemeenschap van Afrikaanse Nama de rode draad van verdeel en heersmentaliteit. Met een extra tintje, omdat we in Suriname vrijheid kregen met de verplichting samen te leven met andere volken. Wat we hebben gedaan, zoals ik al eerder zei, zijn we gaan studeren en hebben uitgeprobeerd hoe we in het land verbindingen kunnen leggen en concreet aanbieden dat we samen willen voortbouwen aan onze bewustwording. Achtergenodigen, de Federatie voor Afrikaanse Nama heeft veel pijn moeten ervaren. Er is daarover voldoende geschreven en ook geïllustreerd. De strijd die is geleverd tegen de kolonisator heeft daarentegen ook zijn tol betaald. Want de Afrikaanse Nama heeft om te overleven zich moeten splitsen in verschillende gemeenschappen. Tot en met vandaag de dag ervaren we wat de gevolgen dat het met zich meebrengt. We zijn in de roots hetzelfde, maar tegelijk ontkennen we onze gemeenschappelijke kracht. Ik haalde het eerder al aan dat de VAS heeft gekozen om te studeren en met een concreet aanbod door het land te reizen. Met een handvat om onze bewustwording te stimuleren. Dat handvat hebben we ook uitgewerkt en benoemd. Pardon en heling. Het is een verbindingsfilosofie waarmee we in de wording ervan stad en land hebben afgelopen om te onderzoeken wat er nog meer aan kan worden gevoegd. Maar bovenal de gedachte te verspreiden om af te komen van de geestelijke, noem het ook psychische katibo, laten we pardon spreken en een heling inzetten. De slavernij in Suriname duurde 273 jaar en er zijn meer dan 225.000 tot slaafgemaakten uit Afrika naar Suriname gebracht. Bij de formele afschaffing van de slavernij vielen circa 32.911 tot slaafgemaakten onder de Emancipatiewet. Deze wet trad op 1 juli 1963 in werking, maar de facto werd de slavernij op 1 juli 1873
in Suriname afgeschaft. In de periode van het staatstoezicht werd ook dwang door de kolonisator toegepast, wat feitelijk de slavernij verlengde met 10 jaar. De plantage was een gebied van rassenconflicten, raciale minderwaardigheid en meerderwaardigheid, dominantie, economische uitbuiting, politieke onderdrukking, culturele marginalisering, geestelijke en lichamelijk geweld. Zo was een voortdurende bedreiging voor het individuele levensgeluk en belemmering voor vooruitgang. Zo was de ruggengraat onrecht gebaseerd economisch systeem. Het genezingsproces voor slachtoffers en nakomelingen van tot slaafgemaakten en slavenhouders vereist als voorwaarde het aanbieden van een oprechte formele verontschuldiging door de ex-kolonisator. Spijtbetuigingen zijn een laakbare reactie op de oproep tot verontschuldiging, alsof ze suggereren dat slachtoffers en hun nakomelingen geen verontschuldiging verdienen. Excuses uitspreken moet niet verward worden met het betuigen van spijt, berouw, diepe berouw of gevoelens van schaamte. Excuses uitspreken is bovendien niet hetzelfde als excuses aanbieden. Het aanbieden van excuses betekent dat men bekent aan de nazaten van tot slaafgemaakten dat de voorouders misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd. Het moet daarbij ook duidelijk zijn aan wie de excuses worden aangeboden, want de andere partij moet die ook kunnen accepteren. Daarbij spelen de tekst van de excuses, de rituelen rondom de excuses en de plaats waar excuses worden aangeboden een belangrijke rol. Het Nationaal Comité is er voorstander van dat de excuses voor het Nederlands slavernijverleden in Suriname worden aangeboden. Herstel is onlosmakelijk verbonden aan erkenning en excuses. In het proces van herstel passen zelfreparatie en reparatie. A priori kan worden gesteld dat excuses zonder een gedegen programma van herstel niet acceptabel is. Ook het programma voor herstel dient in overleg door partijen te worden overeengekomen. Het Nationaal Comité is daarom voorstander van het opzetten, uitvoeren, financieren van een programma voor herstel dat middels onderhandelingen tussen de Surinaamse en de Nederlandse regering tot stand moet komen om de effecten en de doorwerking van bijkans 300 jaar slavernij weg te werken. Brangasa, ik met nabjat idee, dan nono bijna min of 4 boemoro. 2 juli, 1 juli, dat ik koeien me altijd, dat ik altijd broer, dat ik altijd broer, hoe zijn de bakkerabed doen aan hun voorouders. Ik lees want hoe zijn jas ook ba. Maar toch eten alle dag 2, 4, 1 juli dat ik kom bakken in me met prakseri al de sani zodat ik me betek me about slavernij. Zodat ik begin van voorbij leer uno en al die ontbering en al die kiri en de vernedering dat ik me vernederen op begin van dat me ate broer me leef hier boem maar de metaki u moest vergeven, maar mij nog maar vergeet hij nooit. Ik kan vergeven, ja, want u naar Libisma, maar ze gaan u dat ik vergeef, want ze gaan doen ogre aan jou. Maar nooit iemand vergeet hij, aan ogre is aan de bakkera, doen aan u. Daarom ben ik met dat ik, een blakke man, de nasaten van Afrikaan, die de tjarkon ja, zo de tjarkon werken moet niet. De tjarkon ja, de contractarbeiders, maar de tjarkon ja, zo de slaaf. Kopot wil ik slaaf in een kondere die zie. En upai want die reprijs. Upai na een schwetti. Upai na een broer. De kier de biggest maf uno. Daarom met me betaki. 10 oktober zijn we psa. Dat die onlek de nasaten voor Afrikaan. U moest bundel. En u moest ook hoe presie in een kondere die zie. U de eerste aan mij. Adjesse kabos van politie. No. U no first time.
Maar we moeten ook prijzen naar Kondradisi. Hoe leg de NASA op de Afrikaan? Samen met Pai, Abdi prijzen naar Kondradisi. Heb je het nou ja, zo'n idee? Dat bijna meneer want tak niks. Want mij had de bron. Zij zijn aan hun nu. De NASA op de Afrikaan braden aan Safu in Kondradisi. Dat je zegt hoe Abdi in Kondradisi. Maar nou, we broeden Pai van Kondradisi. Daarom heb ik met dat idee. Dat idee inderdaad, we vieren 1 juli, we kunnen vieren ja. Maar we kunnen vergeten, zaden, kolonisator, doen aan ons voor ouders. Afverdeel aan de heers, zaden we voor, met aan ons middel morgen taki, de praat ons taki, juna Saramakaners, juna Aluku, juna Disi, juna Fotoma. Nee, we hebben na zaten voor de Afrikaans ma, zaden tjaar konjaso in akondre dis. Mijn begrip wat aan lezen. Onder naast het, onder tanabaka, met uw teku presie naar Kondradisi. En dat hij samen aan alle fantakken aan Brom Tijari, de trouwens met kon baka, de ook toe, vira drukken toe. Laten we samen met de andere bevolkingsgroepen in dit land Suriname tot een hogere hoogte brengen. Maar onder vergeten dat de naast het Afrikaan, dat hij een prijs zou pijn naar Kondradisi. Tei wo kwa sai munyako en no ayudo funyako me takiu grantangi. En dat die geschiedenis daar ligt, waar wij nazaten, dat goed moeten kennen. Maar ook de wereld de geschiedenis goed moet kennen van onze slavernij, ons slavernijverleden. En daaruit leringen trekken. Wijze lessen. En dat is nooit meer slavernij. Maar ook nooit meer nieuwe vormen van slavernij. Want ook wij maken ons schuldig aan die nieuwe vormen van slavernij. En die zijn er. En die merken we elke dag mee. Met moderne benamingen, zoals mensenhandel. Dat is niks anders dan op een moderne wijze arbeid laten verrichten, waar arbeiders die vrijheid niet hebben. Dat is ook een moderne vorm van slavernij. Maar aan de andere kant keuren wij het gedrag van onze kolonisator. Maar soms merken wij dat we ook datzelfde gedrag etaleren naar onze eigen mensen toe. Terwijl wij allemaal eens zijn dat we een nazi Suriname leven. Met die Brom Tijari. Want met de afschaffing van de slavernij is dat zaadje geplant van die Brom Tijari. Want door die afschaffing zijn de andere groepen naar Suriname gekomen. En zijn we het proces ingezet van nazivorming. If you want it, true you man do, Allah sani die you want it do. Langa yano di brada efi sisa. Brada, odi skoro di sisa. Meka bro. Un kraka o srefi na in lobby. Luku si u srefi na ina popchifi brada efi sisa ai. Sina krakti. Sina tekati. Sina lobby. Wiki na angri fun kona fesi. Te ye angai kolampo. Sorbu fu yu brada if yu sisa komoto tuna ina dumuru. Te isa abra wan timba. Kaba wan postu pori. Potu wan yon postu before you take it eighty passi.
Wawa yong wan farutu. E biding nanga biji roko kaba. De opo den ati fuvroko makandra. Un gosso doro migranachi. Un gosso doro. Aso yu ancestri be dutu. Den be opo den ede. De opo den fesi e luku ga fesi. Den kaka den borsu. Den tranga den baka. Fu yu kan roko gomoro fara. Fu yu no frede gina konten. Suku yu krakti na ina dipi fu yu dipi. Apresi pe no wan libis mamango. Trape streino de. Politiki grupu no de drape. Cerci no de drape. Apisi a santa pisi na ina dipi fu yu dipi drape lobby wan prinspari. Anana bless wirutu nanga pisi salibis mano manfru jaja. A pisi pe yu tru de. Mi sabi sang mi sabi. Makandra wi man. Makandra we du. Makandra we abra alla bigi sula. Makandra we kring de moro hei bergi. We kako borsu, we spang anu. Un kongo na goe go. Makandra we na wini man. Makandra we yepi opo. Vandaar tonen we respect voor de strijd. De strijd die zij gevoerd hebben, die strijd nemen wij over als nazaten. We brengen voorbeelden voor de nazi. Kijkers, met deze bloemenhulde en plengoffer zijn we gekomen aan het einde van deze break in verband met 159 jaar afschaffing van de slavernij. We hebben de boodschappen mogen horen van de diverse sprekers. We hebben geluisterd naar de leiders van diverse Afro-Surinaamse organisaties en ook de leiders van het land. Zoals vicepresident Ronnie Brunsek het zei, we zijn niet meer geketen, we moeten vrij zijn. Dus laten we dat meenemen voor de verdere ontwikkeling van ons land. Hiermee sluit ik af en zeg ik, fijne ketikoti Surinaamse gemeenschap en fijne kijkplezier verder.